Voor steeds meer mensen breekt de zomervakantie aan. En of je nou thuis blijft, in eigen land vakantie gaat vieren of elders in Europa op vakantie gaat, wil je natuurlijk graag weten wat voor weer je een beetje op de lange termijn kan verwachten. Nou, en afgelopen week hadden we in Nederland met heel rustig zomerweer te maken. Hebben we vaak van dit soort wolkenluchten gezien. Blauwe luchten, stapelwolken en heel af en toe dan een felle bui tussendoor. Als we dan even de weerkaart van het Europese weermodel erbij pakken voor de eerste week van die 30-daagse, valt op dat dat rustige zomerweer in Nederland en omstreken voorlopig nog eventjes niet van wijken weet. Over het westen en ook noorden van Europa wordt een iets lagere luchtdruk dan gemiddeld berekend. Dan hou ik er toch wel rekening mee dat lage drukgebieden vanaf de oceaan toch wel sterke voorkeur hebben om over deze landen weg te trekken naar het oosten. Levert dus ook licht wisselvallig weer op, vaak lange droge perioden, maar toch af en toe wel een bui of wat langere tijd regen. En de windrichting is dan heel cruciaal voor de temperatuur. Met een zuidwestenwind is het net een tikje warmer dan gemiddeld. Een westenwind is vaak een redelijk normale temperatuur. En met een noordwestenwind komen we net iets onder dat gemiddelde uit. Dus die windrichting is wel heel bepalend voor de temperatuur. Hoge drukgebieden zien we niet heel uitgesproken terugkomen op deze weerkaart. De roze kleuren verschijnen voor het eerst verder op de Atlantische Oceaan in de buurt van de Azoren. En helemaal achter mij rond de Zwarte Zee in het oosten van Europa. Nou, deze luchtdrukverdeling blijft eigenlijk ook tijdens de tweede en derde week van de 30-daagse. Dus dat levert over het algemeen weinig schokkende veranderingen op. Maar dan gaan we even bekijken wat de impact is op de neerslag en de temperatuur. Lage drukgebieden gaan vaak hand in hand met dus dat wisselvallige weer. En we moeten dus ook rekening houden met iets meer neerslag dan normaal is voor de tijd van het jaar. Vooral tijdens de eerste en tweede week zo'n 10 tot 30 mm bovenop dat gemiddelde. Het zullen vooral van die zomerse regenbuien zijn die ook wel wat lokale verschillen opleveren. En tijdens de derde week is dat iets afgenomen naar 0 tot 10 mm boven het gemiddelde. Maar ja, die paraplu of regenjas gaat toch af en toe wel nodig zijn. Ik noemde net al eventjes de windrichting, heel bepalend dus voor de temperatuur. Maar tijdens de eerste, tweede en ook derde week van de 30-daagse, we zien hier de derde week, komt de temperatuur onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar uit. En eind juli, begin augustus hebben we meestal zo'n 20 tot 25 graden als maximum temperatuur. Maar ja, als er toch een stevige westen-noordwestenwind opsteekt, blijft de temperatuur in de kustgebieden ook onder 20 graden hangen. Dus hebben we toch wel met relatief koel zomerweer te maken. Nou, tijdens de vierde week van de 30-daagse dan vervaagt het signaal een beetje. En wat verder nog opvalt is dat de warmte helemaal in het zuiden van Europa voorlopig nog eventjes aanhoudt. En in de vierde week zit er dan toch wel iets van een omslag misschien aan te komen. Want we zien ineens hoge drukinvloeden terugkeren boven het Europese continent. Dus het is nog even de vraag wat voor impact dat op de lange termijn gaat hebben. Die hitte heeft zich natuurlijk opgebouwd boven het zuiden van Europa. Als er dan een zuidenwind opsteekt, kan die hitte natuurlijk heel gemakkelijk weer bij Nederland in de buurt komen. Nou, voorlopig is dat in elk geval nog niet aan de orde, want we hebben te maken met licht wisselvallig zomerweer. En tot en met begin augustus temperaturen ook onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Meestal 20 tot maximaal 25 graden. Af en toe zo'n zomerse regenbui, is ook iets natter dan normaal. En helemaal aan het einde van de 30-daagse zien we dus iets meer signalen voor een wat hogere luchtdruk.